Voorzitter, we staan aan de vooravond van een van de meest ingrijpende, kostbare en riskante blunders van dit onbetrouwbare kabinet. Na de energiecrisis, de migratiecrisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de wooncrisis en de crisis in de jeugdzorg veroorzaakt Rutte IV nu de stikstofcrisis en als gevolg daarvan met grote zekerheid een voedselcrisis. En en passant pleegt dit kabinet euthanasie op de boerenbedrijven, waardoor eeuwenlang. Noeste arbeid, innovatie en productie wordt vernietigd. Vele honderden miljarden aan boerenvermogen dreigt te worden gedecapitaliseerd. Een frontale aanval op het eigendomsrecht en verwoesting van onze prachtige boerencultuur. En voor niets. Want voorzitter, wat zijn de feiten? De uitstoot en depositie van stikstof wordt niet gemeten, maar geschat en vervolgens in, een, in het onbetrouwbare Aries model gestopt. Een model dat volgens Delfts ingenieur, boer- en VVD-lid Mirjam Nelissen. Niet goed is gemodelleerd, verkeerd wordt gebruikt. En bovendien geeft zij aan dat de kritische depositiewaardes, de KDW's, niet kritisch zijn. De KDWs zijn trouwens 140 keer zo laag in Nederland, zodat, ja, als in Duitsland, zodat alleen in Nederland de stikstofprobleem is, maar dat terzijde. En tot slot geeft zij aan dat uit WOP-documenten blijkt dat de commissie Hoordeek informatie miste. Aan de stikstofminister vraag ik wat er niet klopt aan deze vier punten. Voorzitter, daar komt bij dat het autoverkeer, de luchtvaart tot 900 meter, want Boven de 900 meter wordt de uitstoot niet meegeteld en de industrie veel meer stikstofoxide uitstoten dan onze boeren. En als alle boeren uit Nederland weg zijn, dan voldoen we nog steeds niet aan onze eigen stupide stikstofnormen. Zelfs als je gelooft dat stikstofoxide en ammoniak een probleem zijn, dan kun je op basis van deze feiten niet meer rechtvaardigen om de boeren kapot te maken. Maar voorzitter, de waarheid is dat stikstof geen enkel probleem is voor de natuur. De grondslag van de stikstofidiotie. Is dat wij de EU hebben beloofd dat we onze zandvlaktes en onze hedengebieden in stand houden? En als ammoniak en stikstofoxide neerslaan op een zandvlakte, dan is dat voeding voor, voor de bodem. En na verloop van tijd verandert die zandvlakte dan in een berkenbos of in een eikenbos. Maar dat mogen we niet meer van de EU en onze eigen ridicule wetten. En daarmee vraag ik aan de minister: waarom zeggen we niet gewoon tegen Brussel dat we een domme fout hebben gemaakt? Dat we naar de Natura 2000 gebieden anders gaan aanvliegen. En als het niet wordt geaccepteerd, dat we vanaf dat moment niet meer betalen. En alles met een veto zullen belonen. Voorzitter, de beste oplossing is ge gewoon te accepteren dat zandvlaktes zullen veranderen in bossen. Weg, stikstofprobleem. En natuurlijk kun je ook innovatieve oplossingen zoeken om de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak een beetje te verminderen. Is de minister bijvoorbeeld op de hoogte van de Delftse start-up mest? Mest met een Z dus. Deze ingenieurs vangen ammoniak af en maken er kunstmest van. Probleem eveneens opgelost. En is direct air capture ook niet gewoon mogelijk voor stikstofoxide? Voorzitter, voor BVNL is het simpel: stikstof is geen probleem en zonder boeren geen eten. Dus laten we dit dossier weghalen bij politicologen en bestuurskundigen en overhandigen aan ingenieurs. En geef die 25 miljard terug en besteed het bijvoorbeeld aan de koopkracht. In het belang van Nederland. Dank u wel, Voorzitter.